diaspora. Ken je die term? Nee. Nee, nog niet. Ik heb het nog nooit wel gehoord. Ja, dat zijn eigenlijk ja, mensen met een Surinaamse roots, zeg maar, die niet meer in Suriname wonen. Dat zie ik als diaspora. Wat wij merken is dat heel veel jongeren diaspora hebben helemaal geen binding met Suriname. En dat betekent dat er naar de toekomst toe heel weinig van onze jongeren diaspora eigenlijk iets gaan doen in het land. Heb je ooit wel eens gedacht om de onderneming uit te breiden, bijvoorbeeld naar Suriname? Ja. Alleen, mag ik dit echt zeggen? De mentaliteit in Suriname is heel anders dan hier. Hier zijn we meer van aanpakken en daar zijn ze even, zeven even om zo maar te zeggen. Als je de juiste mensen hebt, de juiste instanties, ja, dan denk ik wel dat het voor elkaar moet komen. Maar ik erken zeker dat er wel obstakels kunnen zijn. Ja. Diaspora? Zou het niet weten? Nee? Nee. Helemaal niet? Nee. Nee. Ik heb ook een eigen bedrijf in Suriname. Ik hou ook van Suriname. Okay. Alleen het mag wel beter worden, economisch gezien. Het is heel moeilijk om in een ander land alleen iets op te bouwen. En vooral Suriname. Het wordt je in het begin wel heel moeilijk gemaakt. Je moet wel heel veel mensen kennen, want anders lukt het je niet en kom je er ook gewoon niet tussen. Ja, ik wil wel hier blijven, maar ik ga sowieso nog wel vaak terug. Maar ik denk daar wonen, dat zou het niet worden voor mij. In Red's Kitchen Amsterdam wordt het binnenkort Red's Kitchen Suriname. Met Gods wil.